Ik ben ontzettend geïnteresseerd in de huistuin- en keukenspulletjes van de allervroegste mensachtigen. Omdat dat de enige directe bron is met betrekking tot het gedrag van mensen over de laatste 2,5 miljoen jaar. Het culturele gedrag. Gebruiken ze bijvoorbeeld vuur? Is een van de vragen. Maar we hebben eigenlijk geen idee wanneer dat begon. Nou, waar we bijvoorbeeld naar kijken is het dieet. En hoe ze aan hun voedsel kwamen, hoe ze hun leefwereld inrichten. Er zijn allerlei detailstudies die proberen, bijvoorbeeld op basis van het tandsteen, tandplak, wat van de tanden van de Neandertalers gehaald wordt, iets te zeggen over het dieet van die individuen die hun tanden gelukkig niet goed poetsten. En het afval van de beenderen, van de botten, vertelt je bijvoorbeeld iets over hoe ze gejaagd hebben. Onze core business is het zoeken naar afval. Afval als visitekaartjes van hier was ik, hier was ooit iemand. Hier heeft iemand 100.000 jaar geleden een stenen werktuig gemaakt, gebruikt en afgedankt. That's it. Ik woon in Amsterdam, maar ik ben opgegroeid in Zuid-Limburg, Sint-Geertruid. Ja, dat is een gebied vol met prehistorie, dus daar liggen zonder meer de roots van dit geheel. Wat ik heel spannend vind aan mijn vakgebied is dat het een enorme puzzel is. Het is niet makkelijk om met die schaarse sporen van 2,5 miljoen jaar culturele evolutie grote verhalen te schetsen. Archeologie zit op het snijvlak van een heleboel disciplines en dat betekent ook dat je, wat heel veel onderwerpen betreft, eigenlijk voortdurend een amateur blijft. Je moet voortdurend bijscholen, dus je bent eigenlijk, je blijft je leven lang student. Het is moeilijk om hier niet met archeologie in aanraking te komen. Om er vervolgens iets mee te doen is natuurlijk een andere stap. We hoorden natuurlijk al via de onderwijzer op de lagere school dat hier iets met prehistorie aan de hand was. Op een gegeven moment ben ik naar die mensen toegestapt en heb gevraagd of ik eens mocht komen kijken. Ja, en dan kwam je dus in contact met een hele serie amateur- en beroepsarcheologen die ineens lieten zien dat in dat gebied waar je met je klasgenoten speelde, daar kwam ineens een extra tijdslaag overheen. Dat hier al duizenden jaren geleden mensen actief waren en gespeeld hebben, vuursteen gewonnen, gestorven enzovoorts. Honderdduizend en ook 200.000 jaar geleden hebben Neandertalers in dit gebied, hier ergens in de buurt, vuurstenen werktuigen gemaakt. En die hebben ze getransporteerd over een afstand van in vogelvlucht 120 kilometer. Het zegt ons iets over de grootte van de leefwereld van die Neandertalers. Als jongetje in de buurt van de vuursteenmijnen naar steentjes zoekend, was het op zich wel met een modern woord kicken om die dingen te vinden. Want jij was de eerste die na 6, 7, 8, 10.000 jaar weer iets opraapte wat iemand lang geleden achtergelaten had. Een grapje hebben we wel eens bedacht dat een hele mooie vondst zou zijn op een Neandertaler kampement, een bezem of iets dergelijks, of een stoffer. Omdat dat het hele beeld van die primitieve oermens ineens bruut, met knuppels, sleept vrouwen zijn hol in, flink bij zou kunnen stellen. Maar dat is een grapje.